In deze video laat ik je zien hoe je door een boek kunt bladeren, snel naar een pagina gaat in je boek en kunt switchen tussen de verschillende boeken op je boekenplank. Ik ga naar een klas, 2HA in dit geval, en open het lesboek door erop te tikken. Ik ben nu bij paragraaf 1, regio in beeld Zuid-Afrika. Door naar de volgende paragraaf te gaan, die op de volgende bladzijde staat, veeg ik met één vinger van rechts naar links. Je ziet dat nu de volgende bladzijde is geladen. Zo kan ik eindeloos door het boek bladeren. De andere kant op vegen, je raadt het al, ga je naar de vorige bladzijde. Om goed te kunnen lezen in het boek of om kaartjes goed te kunnen bekijken, kun je inzoomen. Dit doe je door twee vingers op de iPad te drukken en langzaam de twee vingers uit elkaar te bewegen. Je ziet dat het kaartje Thuislanden in Zuid-Afrika nu dichterbij gekomen is. Uitzoomen doe je door twee vingers uit elkaar op de iPad te leggen en je vingers naar elkaar toe te bewegen. In dit voorbeeld, het vak aardrijkskunde, gebruiken we een werkboek en een lesboek. We zijn nu in het lesboek en we willen graag snel kunnen schakelen naar het werkboek. Dat is het volgende boek op mijn boekenplank. Dit doe ik door met drie vingers van beneden naar boven over de iPad te vegen. Je ziet dat het werkboek nu geladen is. Het volgende boek op mijn boekenplank is het basisboek. Daar kom ik weer door van beneden naar boven te vegen met drie vingers tegelijk. Terug naar het lesboek kom ik dus door twee keer van boven naar beneden te vegen. Op die manier kun je dus makkelijk schakelen tussen boeken en is altijd al het materiaal binnen handbereik. Aan de rechterkant van het scherm vind je je schrift. Je maakt het schrift zichtbaar door op het schrift te gaan staan en naar links te vegen. Het schrift komt dan over je boek te liggen. In het schrift kun je allerlei aantekeningen maken, van tekstaantekeningen tot YouTube-filmpjes. In de komende video's leg ik je uit hoe je dat moet doen.